Er komt een verschuiving van ministers van de politieke partij ABO. Per 1 september is de vakante post op het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme overgenomen door minister Uraikit Ramsaran. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, waar Ramsaran nu nog leiding aan geeft, zal door iemand anders worden ingevuld. Vicepresident Ronnie Brunswijk deed deze mededelingen vandaag voor de start van de ministerraadsvergadering op zijn kabinet. Als ik moet zeggen, dan wat betreft sociaal voor minister, kan ik u zeggen dat we heel tevreden zijn, maar omdat we een afspraak hadden dat in feite sociale zaken 1 jaar zou blijven. Maar de goede samenwerking PLA-BOP hebben we gezegd van oké, dan hoef je niet naar huis te gaan, dan gaan we binnenshuis reshuffelen. Dus in ieder geval gaat hij naar TCT en dan gaat iemand anders naar sociale zaken. Dat is tot zover ik u informatie kan geven. De geplande reshuffeling van het kabinet wordt eind augustus uitgevoerd, zei vicepresident Brunswijk. Tot nu toe heb ik nog niets gehad. Dat is het. Ik heb nog niets gehad, dus ik wacht nog conform de afspraak met de president. Hij heeft tijdens de persconferentie zelf gezegd. Dus ik wacht ook nog even. Misschien krijgen we het eind van de maand in september, als die reshuffeling gaat plaatsvinden. Dan hoop ik dat hij dat bekend kan maken, wat hij meer aan mag gaan geven. Brunswijk zegt zijn lijst met functionarissen die gereshuffeld moeten worden al te hebben ingediend bij het staatshoofd. Als het aan hem ligt, is alles al in orde.